Goedemorgen en welkom alweer bij een hele nieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Zero Money. Ja. We zijn hier namelijk weer aangekomen bij Zero Money. En vandaag gaan we, zoals gezegd, beginnen met het gras. En we gaan van deze keer die van 16.000 euro doen. Maar we gaan natuurlijk ook met onze eigen tractor gaan. Dus waarom? Ik hoop dat hij de schudder aan kan. Anders hebben we een groot probleem. Maar we gaan... ik weet niet waar de feed mix productie is. Dus die moeten we nog altijd even zoeken. Dat kan wel nog eventjes duren. Die natuurlijk hier. Maar we gaan vandaag namelijk beginnen met gras en zo. Maar we moeten wel even die feedmix productie vinden. Want als we dat niet kunnen vinden, hebben we eigenlijk wel een groot probleem. Ik dacht uit dat. Dus duidelijk hier dat we toch naartoe moeten gaan. De feedmix productie is duidelijk daar, ja. Is dit de feedmix productie? Blijkbaar wel. Maar ja, wij kunnen die niet naartoe brengen, dat is dus een groot probleem. Want dit is niet van ons. Maar wij gaan het anders oplossen. Maar eerst gaan we met deze dikke kei. Gaan we deze eerst goed aan de hang zetten. We gaan niet die bomen van achteren doen. Ik ga namelijk alles klaarzetten. En ik zie jullie als ik bij het veld ben. Dus tot straks. Maar we gaan met onze tractor gaan we de hark aankoppelen. En voilà, kijk, we zijn hier weer. Aan het maaien. Maar kijk, we hebben nu uiteindelijk onze tractor niet nodig. We hebben hem wel nodig voor... de banen in te wikkelen. Dus onze tractor gaan we dan ook binnenkort binnen gaan brengen. Maar... ik heb er een keer zitten over nadenken. En ik heb toch wel eens een goed idee. Dat we toch nog snel kunnen werken. Echt, we kunnen heel goed werken, heel snel. Maar daarvoor moeten we wel nog een andere tractor hebben. En ik heb een ideetje. Dat misschien niet zo heel... misschien is dat slim. Misschien is het ook niet slim. We zullen het wel bekijken, maar kijk... zoals jullie kunnen zien, dit is een groot veld. Maar hier hebben we nog een taak. En dit leek me wel leuk. 111, 112. Dat is niet zo heel groot veld. Het is wel een veld. Waar staat dat? Hier, dus dit veld. Kijk, verleken met dat veld dat we nu hebben, valt echt mee. Dus die kunnen we doen. Dus die artikelen kunnen we ook lenen. En dan kunnen we best, terwijl dat de case baan aan ding dat toen is, kunnen wij al met deze klaas banen gaan persen. Ik vind dat een schitterend idee. En dat ga ik ook direct uitvoeren. We gaan namelijk eerst een koersplaatje maken voor deze tractor. Ziezo. Klus maken. Klus heeft elk vaak. Meerdere startpunten. Genereren. Meerdere voertuigen. Nee. Hey, dat is wel een andere werkbreedte. Hoe breed is die werkbreedte? Van die machine. Van deze maaier. Dus ik ga dat even instellen en ik zie jullie straks terug als ik terug ben. We hadden eventjes een probleempje. Want namelijk de...
Maaier wou niet aankoppelen. Maar normaal gezien is de maaier die wij nu gaan aankoppelen een stukje breder. Ja, 2,3 meter is meer dan voldoende. Vanaf deze machine is mooi neerleggen. Ja, voilà. Up, up, up. En deze zetten we er natuurlijk mooi naast. Ja, mooi. Niet zo heel mooi. Alright, wel mooi erin. Voilà. En nu houden we weer de... De machine heeft deze tractor een aftak als wel voor. Ja, dat is wel waar. Ja, ja, ja. Dat is veel beter. Maar ja, we zijn even terug, want de Klaas had geen aftakkas van voor. En dat is een stuk irritanter, want ja, dan kunnen we de voormaaier niet brengen. Au. Voilà. En ja, dit is wel een serieuze maaier, hoor. Ik kan niet voor zijn, maar die case, die past er wel mee. Misschien is het vandaag het ook weer zo'n typisch chaotische video. Ja, het gaat ook echt wel een chaotische video zijn. Even een routetje uitstippelen, nou langs waar we moeten gaan. Oh, we moeten niet ver gaan. Zo. Oh, ja. Ça va. Echt ça va, eigenlijk. Moeten we even naar de baan gaan. Zo irritant, de baan is letterlijk rechts van ons. Oh, we kunnen die niet pakken. Maar ja, toch doen we het. Anders is het echt een lange tour, dat is zo irritant. Maar ik zie jullie even als ik bij het veld ben. Dus tot straks. En voilà. De maaier is bezig, jong. Mag ik, jong. Ze breien, maar... Dat is pas de machine. Maar kijk. De Klaas staat hier ook al te wachten om te gaan werken. Dus we gaan even lekker balen inwikkelen. En ik zal hier even een timelapse van maken. Dus ja, ik zeg geniet van je timelapse. En tot z'n
En voilà jongen, we zijn klaar met dit veld. Met de palen in te wikkelen. En de case is ook al klaar met alles te gaan maaien. Dus we gaan even kijken hoe dat iets gedaan heeft. Ja, dat ziet er prima uit. Dus we gaan deze machine inklappen en we gaan best al het materiaal klaarleggen voor de volgende aflevering, de schudder en de hark. Bij dat veld. Dus het is misschien niet zo'n hele leuke aflevering vandaag, maar we gaan echt wel heel veel geld verdienen. 16.000 en 8, ja. Een beetje afronden. En gaan we echt wel heel veel geld verdienen. En dat is, in principe is dat heel mooi, dus fantastisch dat we zoveel geld kunnen verdienen. En dan de boeren onze kans geven om dat allemaal te doen. Maar we moeten dan ook nog een keer kijken of alles kuilvoer is. Want we moeten namelijk ook 24 uur wachten tot het kuil. Ik had dat beter daarnet gedaan. Maar nu gaat er namelijk nog geen kou verzinnen. Ah, is toch al kuilvoer geworden. Oké, dat is goed. Dus dan moeten we eigenlijk geen 24 uur wachten. Dat is helemaal goed. Dus dan kunnen wij dat volgende aflevering eigenlijk ook al doen. Dus het komt allemaal in orde eigenlijk. Maar nu gaan we het niet meer doen, want het is al een beetje laat het worden. En ik ben ook al een beetje te lang aan het opnemen. Maar het komt allemaal goed. Dus ik ga even alles klaarleggen voor het veld. En dan ga ik de video afsluiten. Maar als je deze video nu al leuk vindt. Ja, of nu al. We zijn al bijna bij het einde van de video. Maar als je deze video nog altijd leuk vindt. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren voor meer video's op mijn kanaal. Want we zijn nu al richting de 100 abonnees. Dus het mag wel een keer komen. Het mag zeker komen. Tenzij misschien als deze video is dat we al 100 abonnees hebben. Dat zou ook wel mooi zijn. Maar ja, dat is wel zo mijn streefpunt. 100 abonnees en dan een beetje zo blijven doorgroeien. Het is maar een hobby, het is maar een hobby. Maar ja, als je toch een beetje abonnees hebt en zo, is het toch wel altijd leuk om dat te hebben. Maar ik vind zulke series opnemen heel leuk. En ik denk dat ook als jullie dat leuk vinden, dan ga ik dat wel horen en zien aan de reacties. Maar kijk, we zijn, ik vind zo'n series van 0 een beetje begin. In het begin is het wel lastig, omdat je niets van machines hebt. Maar eenmaal, als je een beetje op dreef bent, bijvoorbeeld nu, we zijn heel de tijd aan het werken voor andere boeren. Maar we gaan er zelf heel mooi geld aan verdienen. En dat is dus het leuke eraan. Want nu zitten we weer op 26.000 euro, maar wat moeten we met dat geld doen? We kunnen wel investeren, maar we moeten ook nog... Oh, dat is steeds aan gaan. We moeten natuurlijk ook nog een beetje sparen voor die boerderij dat we willen kopen. Snap je? Dat zijn zo een beetje die dingetjes. Maar ik ga even eerst naar het veld rijden. En ik zie jullie weer terug. Dus tot straks als al het materiaal klaar staat. En zo voilà. Alles staat klaar voor de volgende aflevering. En hierbij ga ik ook deze aflevering afsluiten. Dus ik wil jullie sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zie jullie volgende aflevering weer terug. Dus veel kijkplezier. Doei.